Onze partij schrijft geen scenario's. Dat is niet de geaardheid van de vooruitstrevende hervormingspartij VHP. De eerste reactie van partijtopper Mahinder Yogi op de beschuldiging dat de VHP ervoor zou hebben gezorgd dat de zoon van NPS-parlementariër Patricia Etnel betrokken raakte bij de diefstal van een stier. Yogi benadrukt dat er geen spanningen zijn binnen de coalitie, te meer daar er regelmatig overlegmomenten zijn. De NPS is partner, de NPS zit in de regering en er is vaker overleg. Er is nog een overleg geweest maandag met de leden van de coalitie in het parlement waar meneer Rusland erbij was. Er is gisteren overleg geweest bij de president waar meneer Rusland erbij was. En als hij het niet is, is mevrouw Edneller. Dus er is regulier overleg in de coalitie. Zaken worden besproken. En mevrouw Edneller is lid van de NPS. En die hoefde ook dan lid van de coalitie. En als een besluit heeft genomen, dan is dat haar besluit. Daarover kunnen wij niet veel zeggen. Het enige wat we kunnen zeggen is dat we het jammer vinden dat ze dat heeft gedaan. We hebben oppositie gevoerd. We hebben campagne gevoerd. We zijn bij elkaar gekomen als politieke partijen. We hebben een coalitie gevormd. En samen hebben we gezegd dat het moeilijk is, de situatie in het land. En dat we er tegen aangaan. Yogi betreurt het dat Etnel aan de hand van dit voorval heeft besloten om de coalitie niet meer volledig te ondersteunen. Dit geeft de politica te kennen via haar Facebookpagina. Geruchten doen de ronden dat er al enige tijd spanningen zijn tussen Etnel en de VHP. De behandeling van de wet grondconversie, waar Etnel haar standpunt duidelijk maakte, is een van de momenten waarop de spanning hoog opliep. De kwestie van haar zoon is de druppel die de emmer deed overlopen. Yogi weerspreekt dit. Er zijn 51 parlementariërs in het parlement en we zijn daar om een bijdrage te leveren. En iedereen mag een bijdrage leveren. En iedereen mag een mening geven. Elke partij mag een mening geven. Elk lid mag een mening geven. Daarom vergader je toch? Om de meningen te vernemen, de inzichten te vernemen. En dat te verwerken, dat mee te nemen in het eindbesluit. Daarvoor wordt er vergaderd toch? Dus dat is helemaal niet de reden. Daarom hebben we gezegd, als we handelingen plegen, dingen doen, moeten we de juiste argumenten op tafel leggen om dat te onderbouwen. En we moeten niet zaken zoeken die niet bestaan. NPS-voorzitter Gregory Rusland wenst in dit stadium niet te reageren. Er wordt nu een hoofdbestuursvergadering belegd en dit onderwerp wordt meegenomen als agendapunt.